Ja, lieve vrienden, ik ben weer aanwezig. Ik heb de hele tijd, het is nu 15:40, ik heb vanochtend geen tijd gehad, etc. En Astrid, die was er ultra vroeg. Dat, ja, jullie weten het, zij wilden liever er niet op dan wel. Dus ik heb niet kunnen vloggen. Ik moest met mijn oortje terug, omdat die het niet deed zoals ik had gewenst. Ik heb nou een ander oortje, die pak ik even bij. Dat hang ik dus om mijn nek heen. Dat moet zo om mijn nek, maar hij zit even aan de stroom. Want hij moet opgeladen worden. Voor vanavond, ja, en waarom? Nou, deze dame die doet mee aan de avondvierdaagse op haar scootmobiel. Maar er is een hoop problemen. De route die op internet stond en die ik zaterdag samen met Jan van Dam heb uitgeprint. Kijk, weggooien. De doodeenvoudige reden, de politie vond die route te gevaarlijk. Wat? Hoezo? Gevaarlijk. Iedere route is gevaarlijk. Ja, ik hoef niet de deur maar uit te tappen en ik kan te val komen. Ja, iedere stap die je doet is toch gevaarlijk dan? Ja. Dus ja, en de politie is er toch bij en we hebben verkeersregelaars. Dus wat wil je nou? Zo te gevaarlijk. Maar ja, ik kreeg ook te horen van Astrid en of het waar is, weet ik niet. Dat het kwam dat de mensen met rolstoelen, die van verzorgingstehuizen, daar loopt de verpleegkundige, die duwen die mensen dan. En die konden niet overal door. Nou ja, dan loop je maar even een stukje om. Ik moet er ook. Ja, dat maakt niet uit. Maar ja, ze moeten sowieso, vind ik zelf, de route zodanig maken dat er geen obstakels zijn voor mensen in rolstoelen, scootmobiels of van die driewielerfietsen, die mensen die rijden ook wel eens. Nou, dan moet je niet door een poort heen moeten waar dan die hekken zo schuin tegenover elkaar staan. Want dan kan je ook niet door, wel als normale voetganger zijnde. Maar ben je hulpbehoevend of je zit in een rolstoel of scootmobiel? Gaat niet. Nee, want dan kan je dat niet doen. Dat gaat niet. Dus ja, dat moet dus helemaal anders doen. Want ik moet vanavond, ik moet sowieso van de week sowieso dat omrijden. Want in een wijk moet je inderdaad door zo'n boog heen waar die hekjes in staan. Nou ja, dat gaat allemaal niet. Maar oké, ik ga nog een bakje koffie doen. Ik ga nog even genieten van de rust en mijn eigen dingetje doen. En dan, nou ja, ik moet, 5:15 is de start voor de 10 kilometer. Dus ja, ik moet ruim voldoende op tijd er zijn. En ik hoop dat ze daar routes hebben liggen dat ik die daar kan krijgen. Maar in ieder geval, dat zien we wel, dat merken we wel. Ik zou zeggen, geniet van alles. Neem jullie mee. Dus ja, geniet ook vanavond tijdens de ritten die ik deze week zal gaan doen. Dus niet enkel vandaag, maar morgen, woensdag en donderdag. Dan hebben we natuurlijk het slot. Dat is met de intocht. En ja, we zullen het beleven hoe dat allemaal gaat, rijlt en zeilt. En ik hoop dat jullie er net zo van zullen genieten als ik dat normaal gesproken doe. Enkel, ja, ik hoop inderdaad dat we wel routes kunnen krijgen. Want ik weet het niet uit mijn hoofd wat ik vorig jaar heb gereden. Nee. Kijk, kom je er weer langs? Oh ja, is ook zo. Dat heb ik vorig jaar ook gezien. Weet je, dan wel. Maar zo uit mijn hoofd? Of nee, ik zou het niet weten. Dus ja, ik hoop dat ze wel daar routes hebben liggen. Anders wordt het een fiasco voor mij. Ja, dan ben ik ook laat thuis, want dan moet ik mij gevoegen bij iemand die het wel weet. En anders ja, we merken het allemaal wel. Ik zou zeggen, tot vanavond als ik weer thuis ben. Ik zou zeggen, doei doei. Mijn hondje maakt er weer een puin op te van. En dat vlak voor de avondvierdaagse. Ja, ik kom toch nog even terug. Ik zei van, jullie spreken me, zien me later wel, maar nee, jullie zien mij ook tussendoor, want ik neem de
deze geval ook mee. Ja. Neem alles mee. Ho. Ja, zit daar op die kapotte. Maar ik neem alles mee. Ja, komt allemaal goed. En ik pak de tas zo meteen. Daar gaat de boel in. En ik neem, denk ik, ja, de camera van Karin neem ik ook mee, die ik van Karin gekocht heb. Dus ja, komt toch allemaal goed dan. Ja, en de GoPro gaat mee, ook de batterijen van de GoPro. De hele tas gaat mee, de hele cameratas. Ja, behalve de grote statief niet, die gaat niet mee. Hoi, meisje. Ja, miauw. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, nogmaals, geniet ervan. Doe ik ook. Doei!
Thank you.